Kan die? Ja. Oeh. Oeh. Dat er veel Gelderse volleybaltoppers bij Dynamo in Apeldoorn hebben gespeeld, dat is bekend. Maar ook hier kwam een heel groot kampioen vandaan. Bij Voorwaarts uit Twello. Dit is een foto uit 1995 van de B1. En dat jaar werden ze ook kampioen. Een gezelligheidsteam met heel veel talent. Coach Arnold die geeft inmiddels les op een basisschool. We hebben ook een reportage over Rutger. En die houdt zich bezig met de introductie van het elektrisch rijden in Nederland. En deze topper begon op zijn vijfde al bij Voorwaarts in Twello. Robert Horstink, een van de beste volleyballers van Nederland van het afgelopen decennium. Hij werd 5 keer Nederlands kampioen, deed mee aan de Olympische Spelen en speelde jarenlang in de Italiaanse competitie. De techniek die hij had, wat hij deed, ja, dat was, daar kon je het wel aan terugzien. Dat je denkt van, nou, die kan het wel eens gaan maken, zeg maar. Robert was een van de gangmakers en sportief gezien natuurlijk ook. In die tijd was hij ook gewoon, sprong hij er op technisch vlak al uit. Vaak voor de training had hij al een keer getennist. En dat soort dingetjes, ja, hij was gewoon altijd wel met sport bezig. Ik kan wel herinneren dat hij het wel allemaal prima vond, weet je wel. Het was geen streven. Ja, Robert was toen nog niet zo lang als dat hij nu uiteraard was. Maar hij was heel snel en hij sloeg hard. Dus het was niet zozeer de positie aan het net, maar ik weet nog dat hij altijd erg hard kon slaan. Ja, hij was gewoon goed. Maar toen het moment kwam dat hij een stapje hoger op ging en wij achterbleven, ja, dat kwam ook niet als verrassing. Of waren we niet heel erg verrast door dat je denkt van, goh, wat een rare move maakt hij. Nee, dat zat er wel in op een gegeven moment. Robert Horstink wordt in 1981 in Twello geboren. Hij begint vroeg met volleybal en loopt al op zijn vijfde bij Voorwaarts in Twello rond. 10 jaar later maakt hij de overstap naar het grotere en professionelere Piet Zomers Dynamo uit Apeldoorn. Daar ontwikkelt aanvaller Horstink zich snel en wordt hij meteen landskampioen. Het zijn de hoogtijjaren van Dynamo, waarin ze de beker en Supercup 2 keer winnen. Op de Olympische Spelen van Athene in 2004 komt Nederland niet verder dan een gedeelde 9e plaats. Receptie van Horstink. Horstink door het midden, wat een bom weer. Via een tussenstop bij Maaseik komt Robert in volleybal Valhalla Italië onder contract bij Sisley Treviso. Daar stromen de prijzen wederom rijkelijk binnen. Hij wordt kampioen van Italië, wint de Supercup en de CEV Cup. C'è bellissimo, niente più buona di questo adesso per me. In 2012 kiest Robert voor een avontuur in Qatar. En afgelopen seizoen speelt hij voor het Turkse Ziraat Bankasi Ankara. Je oude zaaltje. Nou, het is een beste zaal hoor. Ik heb in veel kleinere zaaltjes getraind en gespeeld. Ja? Ja, dit. Het is meer het fietsen ook wat ik hier. Die fietsen rekken. Wat dan? Ik weet niet, dat is waar ik mijn fietsen voor erin pleuren. Die fietsen erin pleuren, zo snel mogelijk naar binnen. Hé, hey, en we gaan vandaag dit team weer voor je bij elkaar brengen. Voorwaarts. Wat was dit voor team? Dit zijn de jongens waar ik eigenlijk mijn hele volleybal. Nou, carrière was het niet, maar mijn loopbaan hier in Twello, zeg maar, mee opgegroeid ben. De meeste een stuk oude. Ja, want ik zit te kijken, ja, want je bent natuurlijk hartstikke lang. Ja, maar, daar... maar op deze foto ben je gewoon eigenlijk kleiner dan hier, de rest. Ja, ik ben hier, en dat is eigenlijk mijn hele leven al zo. Misschien wel hierdoor, maar ik kon het best optrekken met de wat oudere jongens. Martijn, Ivo, Olaf. Nou, Rutger was dan ook nog net iets ouder dan ik. Er zat helemaal geen druk op van mijn ouders, ook helemaal nooit geweest. Alleen maar geholpen en gesteund. Maar... Wat nee. Fijn. Ja, heel fijn. Heel fijn. Hey, hoe vind je het om straks iedereen hier leuk te zien? Leuk. Wat ik zeg, Olaf is hier de lokale, die heeft hier een fietsenwinkel. Dus daar haal ik de dingen voor de fiets van de kinderen. Oh. Ja, en Arnold, dat is leuk. Die ook, vind ik leuk om die weer te zien. Die zie ik ook nog wel eens in het Twello. Ja, ja. Ja. Ja, die heeft binnen? Ja, graag. Ja?
Ik kon het zeggen staan. Het zonnetje komt net, maar ja, we moeten... Wat doen we hier? Ja. Dat was het toch, hè? Dat binnensporten. Ja, dat is wel toch, dat is toch jammer. Daarom tennis. Ga je er allemaal? Ik wil jou heel graag wat filmpjes laten zien van je oude clubgenootjes. En het allereerste filmpje, dat gaat over jouw oude trainer Arnold. Dit lijstje invullen. Hij staat nu als onderwijzer voor de klas van de openbare basisschool Wilpse Dijk in Twello. Maar 20 jaar geleden was hij trainer van de voorwaarts volleybalkampioenen. Arnold Voortman herinnert zich Robert Horstink nog goed. En niet alleen zijn talent. Hij wist ook wel dat hij goed was. En daar maakte hij ook wel eens misbruik van. En hij probeerde me nog wel eens uit te spelen. En hij was af en toe best lui. En daardoor maakte hij foutjes. En dat kon ik niet altijd hebben. Dus ik heb hem ook af en toe gewoon gewisseld. Voor een speler die misschien wat minder was. Maar ja, goed, dan zette ik hem wel eventjes op zijn plaats, want hij werd gewoon laks. Zet je stoel op tafel. Zie ik jullie morgen. Ik gaf hem voor het derde jaar training en ik weet nog dat zijn ouders naar me toe kwamen. Met de vraag of hij misschien naar Devolcom moest. Want dat was een grote vereniging in de buurt. Twello, een dorpsclubje. En de rivaliteit tussen Devolcom en Twello, ja, die is al onbekend. Ik mag alle wedstrijden verliezen, maar tegen Devolcom moeten we winnen. Het zal duidelijk zijn, die eerste transfer ketste af. We hadden in ieder geval een lijflied. En ja, dat is een beetje tegen Devolcom gericht. En het is grappig. En dat zingen we als we gewonnen hebben. En Devolcom kent het lied inmiddels ook. Maar op dat lied bestaat nu een kleine variant. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag dat heel Turkije Twello's lult. Lult heel Turkije Twello's? Nee, ik kan wat Turks, maar ook bijna niks. Maar hij noemt je eigenwijs. Herken je jezelf daarin? Ja, absoluut. En dat is nog steeds zo. En dat is eigenlijk mijn hele carrière ook wel geweest. Dat als... Ik kan alles hebben, alle kritiek, als het onderbouwd is, als je me apart neemt, als je me met me bespreekt. Maar dom tegen me schreeuwen, ik heb van die brulcoaches gehad, nou dat gaat helemaal niet goed. En dan, het is niet dat ik dan ga vechten of wat dan ook, maar dan neem ik je al niet serieus meer. Je moet bij mij echt met een verhaal komen. En wat Arnold daar deed, dat hebben al meerdere coaches ook bij mij geprobeerd in de clubs die hierna kwamen. En dat werkt gewoon niet. Wat was hij voor coach? Ja, hij was streng. Ik vond hem heel goed, maar ja, ik zat hier op de tribune naar hem te kijken. Dus ik keek tegen hem op en zo hoort het ook. Je hoort tegen je coach op te kijken. Of in ieder geval een bepaalde vorm van respect te hebben. Ja. Dat had ik absoluut. Maar ook een vriend, hij ging met ons mee en hij was ja, echt een van het team. Heel leuk. Het gaat hard. Je bent een aanvaller. Ja. Hoe oefen jij sprongkracht? Dat heb ik toevallig. Cadeautje? Ja, echt een cadeautje. En dat is waardoor ik deze carrière heb. Dat is gewoon absoluut waar. Ik heb talent en ik heb een mooie techniek, zeggen ze dan. Maar omdat ik gewoon veel hoger dan de rest zit, ben ik goed in wat ik gedaan heb. Ja. Flying Dutchman was ik altijd. L'Hollandese Volante. Ja. L'Hollandese Volante. L'Hollandese Volante. Op mijn 13e moeten kiezen, denk ik. 13 ongeveer. Tennis of volleybal. Want je was ook goed in tennis. Tot die tijd deed ik allebei. En op een gegeven moment ging dat niet meer allebei. En wat maakte dat je voor volleybal koos? Ik denk het team. Ik ben graag onder de mensen en ik hou van gezelligheid. Ja. Tennis was leuk, maar ik vind nu bijvoorbeeld tennis leuker om te doen. En dat is heel apart. Serieus? Ja. Ik ga nu liever een potje tennissen dan met een bal volleyballen. Dat betekent dus echt dat volleybal verworden is tot werk. Ja, absoluut. Waar haal je die motivatie dan nog vandaan? Omdat als ik eenmaal bezig ben, vind ik het hartstikke leuk. Zelfs zo een beetje overspelen. Zelfs met mij. Zelfs met jou. Een beetje overspelen met jou. Nee, maar dan vind ik het leuk.
ik ben wat dat betreft een hele slechte topsporter. Want ook het verliezen. Oké, een wedstrijd verliezen vind ik niet leuk, omdat dat altijd consequenties heeft. Maar op training maakt het mij niet zoveel uit. Ik speel puur op eer en trots. Wat is het hoogtepunt uit jouw volleybalcarrière? Ja, moeilijk. Dat zijn de Olympische Spelen, maar dat heeft weinig met het spel op zich te maken. Want dat heeft weinig met mij te maken. Ja, want ik daar ging meer. Negende. Ja, maar buiten het resultaat. Ik was bij dat team en ik had wel degelijk een bijdrage, maar het team leunde niet op mij of zo. En zo heb ik in Italië, hebben we Europa Cup 2, dat soort dingen gewonnen waar ik echt belangrijke basisspeler was. En dat is qua aanzien is dat minder, maar voor mij persoonlijk telt dat veel meer. Ja. Omdat mijn aandeel groter was. En de titel in Italië, dat zijn dingetjes die winnen maar weinig mensen. Maar dat is meer de status van buitenaf. Voor mij persoonlijk zijn het meer de dingen waar ik een grote bijdrage in had. Het volgende filmpje dat ik je heel graag wil laten zien gaat over een hoogtepunt van jouw oude club Dynamo. Oké. Dit is een hoogtepunt. Als je kijkt naar mijn lijstje, een hoogtepunt, maar ik heb hier helemaal niks mee. Ten eerste, de periode Dynamo is in ieder geval deze jaren, de laatste paar, ik weet niet of dit mijn laatste jaar was, weet ik niet zeker. Helemaal niet leuk. Echt keiharde topsport, niet spelen. Gerbrands was toen coach, goede coach, maar met mij probeerde. Dat is een van de coaches die met mij probeerde spelletjes te spelen. Ja. En dat werkte voor geen meter. Spelletjes, een beetje machtspelletjes, moet ik me dan voorstellen. Nee, echt heel om mij te helpen. Uiteindelijk om het team te helpen, maar ik zat daar een beetje op een doodpunt qua talent. Ik werd daar, was ook veel krantenstukken in die periode van ja, talent, maar moet nu wel een keer gaan komen en dat soort dingen. En Gerbrand speelde een spelletje, ik was zoveel beter dan de rest, als ik één fout maakte, direct eruit. En dat zijn dingen die werken bij mij heel averechts, want dat zijn van die dingen, dat wordt mij weer opgelegd en dat wordt mij verteld wat ik moet doen en dit werkt niet. Dus dat, hier ben ik geblesseerd. Er is een periode geweest dat ik heel erg problemen met mijn rug heb gehad. En dit was in Apeldoorn, dat had het feest moeten zijn en zoals die andere jongens daar als beesten tekeer gaan. Ik heb daar gewoon meegedaan, want ik ben verder geen vervelende jongen, dus ik doe gewoon leuk mee. 'S Avonds hadden we een groot feest en ja, ik vond het verschrikkelijk. Denk je dat het ook van invloed is geweest op je lichaam, dat je dus ook veel geblesseerd was? Ja, absoluut. Dus dat zijn dingen, ja, sommige sporters hebben praktisch niks. Ik heb teamgenoten die hebben nooit iets gehad en ik heb nooit een training gehad zonder pijn, nooit. Heftig. Voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. Ik kan me geen training herinneren waar ik geen pijn heb gehad. Ergens. Van Achillespees tot knie tot altijd iets. Woon je hier? Ja. Einde van de straat. Hey, en is dit jouw auto? Dit is de gezinsauto inmiddels. Met twee kinderen slechte weer in de winter hebben we de sportauto ingerold voor deze. Maar jij staat een beetje bekend wel als een autogek. Ja, was ja. Dat niet met pijn in je hart? Want wat heb je ingeruild? Ik had die voor een Maserati Gran Turismo. Ja. Nee, dat is absoluut een van de. Naast het sport is dat een van de leukste dingen in mijn leven, zeg maar, waar ik mijn plezier uit haal. En ja, dat is een verstandige keuze dit keer geweest. After you. Dankjewel. We hebben altijd gezegd, als ze 9 was, mocht ze een huisdier. Want dat zou ongeveer de tijd zijn dat ik zou stoppen en dat dat zij eigenlijk ook terug zou komen en hier zouden settelen. En dat is dus nu dit jaar al gebeurd, omdat Ankara een beetje tegenviel qua. Ik had een internationale school geregeld en dat soort dingen. Dus het kon wel, maar dan ging Eden nog niet eens naar een kinderopvang. En Wendy reed maar heen en weer de hele dag en in Ankara in het verkeer. En dus op een gegeven moment zei ze ook van, dit werkt niet. Ik zeg, dan ga lekker naar huis. Toen zei ik, ja, nee. Hoe gaan we het doen? Nou ja, veel tranen gelaten en toch samen de knoop doorgehakt van, nou ja, dan wordt het nu tijd. Of dan is het nu de dag aangebroken dat het gaat gebeuren. En dat we dus echt voor het eerst uit elkaar gaan. We zijn van jongs af aan samen, dus het is... Vanaf hoe oud? 15. Nee! Ja. En hoe is het? Hoe gaat dat?
Ja, moeilijk ja. toch wel. Ja. Ja, je doet het eerst heel makkelijk. Ja, de eerste maand dat de fiets vliegt voorbij. En op een gegeven moment gaan die kinderen gaan ook bokken, zeg maar. Die beginnen, of die maken het haaf heel erg lastig. Ja. Of ze gaan huilen, want ze missen. Of ze gaan missen en ze gaan huilen. Ja. En ja. Is het waard? Ja, ik denk het wel. Ook omdat wat ik nu nog kan verdienen in die paar jaar om het zo nog vol te houden, dan ja, dat geeft ons gewoon zoveel ruimte voor de toekomst. En ja, in zoverre is het waard. Maar zij zegt dat ook regelmatig van, is dat stomme spelletje wat het uiteindelijk maar is, is dat het allemaal waard? Ja, dat klopt. Want je mist veel, je mist heel veel. Wat ga je nu doen? Ja, zeg het maar. Nee, dat weten we niet. Het is einde seizoen is eigenlijk, als je een doorlopend contract hebt, dan is het ook nog wel eens onzeker of je gaat blijven. Want dat hangt altijd af van hoe je het gedaan hebt. En ik teken eigenlijk de laatste jaren een 1-jaar contract. Dus, zijn er nu aanbiedingen binnengekomen? Ja, ik heb weer Frankrijk, een aantal clubs, Parijs, Italië. Wat hebben we nog meer? Ja, Brazilië heb ik al afgeslagen. Ik zou naar Brazilië. Waarom? Ja. Hij is dus wel erg ver weg. Ja. Dan heb ik een jetlag als ik maar van... Dat had ik misschien een paar jaar geleden gedaan. Als wij op een ander moment... Oké, maar Italië, Frankrijk. Zijn dat landen waarvan jullie denken, nou, dan gaan we wel weer mee? Ik heb nu gezegd, nee, niet meer. Nee, niet meer. Ja. Hey, en Amy, waar woon jij liever? In Italië, in Qatar of in Apeldoorn? Hier. Ja, en waarom? Omdat we daar heel veel speelgoed hebben. Moet ik zoeken? Deze. Ik heb van alle teams waar ik gespeeld heb, heb ik nog shirts. Ik ben heel trots op wat ik bereikt heb, wat ik gedaan heb. Ja. Maar om dit in de woonkamer te hangen, dat heeft ook nooit gehangen. En ja, dit is voor mij ook iets heel gaafs geweest. Ik heb daar niet heel veel gespeeld. Ik was toen nog jong. En goede spelers op mijn positie. Dus ik heb daar, maar ik heb het allemaal mee mogen maken. Hey, en wat wil jij sportief gezien nog bereiken? Ja, niet zo heel veel. Ik wil bij een goed georganiseerd team spelen. Dat is het een beetje. Salaris, netjes je centjes krijgen, want dat is ook heel normaal geworden in de sport om te spelen en vervolgens niks te krijgen. Echt waar? Ja, absoluut. En dat, ik zit nu met Turkije en moet nog een aantal maanden krijgen. En daar zit mijn zaak maar even bovenop, zodat ik die wel ga krijgen. Maar dat is gewoon heel normaal in de volleyballerij, dat je naar huis gaat en dat je nog 4-5 salarissen moet krijgen. En dat zijn vaak flinke bedragen, dus dat is iets meer. En het Nederlands team? Gaat dat nog gebeuren? Nou, nee, ik denk het niet. Dus, wil je het? Want je ogen gaan wel een beetje zo twinkelen. Nee, dat is meer omdat ik afgelopen winter in Ankara gesprek heb gehad met een van de technisch directeuren van de Nevobo, van de bond. Ja. Ik ben minder nodig. Ze hebben op mijn positie hele goede jonge jongens nu, die allemaal in Italië spelen, Polen. Dus de noodzaak is er niet echt. Vaak zeggen ze van wel, maar... Maar ervaring is ook Ja, en daar gooi je het vaak op. En dat zou iets kunnen zijn waarvan je zegt, ja, ik zou me ook nog wel kunnen schikken in een rol... Als wissel om jongens te helpen. Ze zitten inmiddels in Papendal. Dus dat zou wat ruimte kunnen creëren. Het laatste filmpje dat ik jou heel graag wil laten zien voordat we naar de reunie gaan, gaat over Rutger. Ah, leuk. Als Rutger de Kroon zijn auto start, is het eerste dat opvalt de oorverdovende stilte. Ja, enorme stilte. Ik denk dat heel veel mensen dat wel appreciëren. Plus het feit dat met de automaten die erin zit, je redelijk vlot optrekt. Dat is ook wel prettig. Het enige nadeel is natuurlijk op dit moment nog de actieradius. Ja, daar zul je wat pragmatisch mee om moeten gaan door af en toe een laadpaal op te zoeken. Rutger werkt sinds 2010 voor de stichting E-Laad. De stichting die zich bezighoudt met de introductie van het elektrische rijden in Nederland. Hij is als manager verantwoordelijk voor het beheer van 90% van de oplaadpunten. En daarin zit één van de knelpunten in het elektrische rijden. Zo ondervonden ook zijn teammaten ooit. We zijn een keer naar een wedstrijd geweest met de elektrische auto. Toen wou ik natuurlijk even laten zien wat die allemaal kon. En ook hoe snel die optrok. Dat zorgde ervoor dat ik... Dat de actieradius wel heel erg hard naar beneden ging. Ja, en toen was het toch even peentjes zweten met alle teamgenoten. Maar uiteindelijk hebben we ergens langs de snelweg kunnen laden bij een tankstation.
Maar dat was wel even spannend, ja. En zo hebben ze ook de andere kant van het elektrisch rijden ervaren. In het seizoen 94-95 werd Rutger de Kroon met voorwaarts kampioen. In datzelfde team zat ook Robert Horstink, een manneke dat er toen al uitsprong. Wat ik daarvan Robert kan herinneren is dat hij naast het volleybal ook wel bezig was met hoe zie ik eruit. En hij had onder andere de Nike Air Jordans destijds en hij speelde met zweetarmbandjes. Nou, dat was voor ons, de rest van het team, was dat erg vernieuwend. Ik denk dat hij dat mee heeft genomen vanuit de tennis ook, want hij speelde... Los van het volleybal speelde hij ook tennis en voor wat ik begreep ook op een zeer hoog niveau. Voor de rest een enorm talent, ja, die weinig fouten maakt. Waar we nu nog gebruik maken van diesel en benzine, is het natuurlijk straks enorm een gave gedachte dat je kilometers kan maken op zonne-energie en windenergie. Ja, en dat is fantastisch om daar mee bezig te zijn. Om continu na te denken over hoe ziet de wereld er van morgen uit. Mooi verkooppraatje. Ja, want kan Rutger, denk je, zo'n auto aan jou sluiten? Nee, voor mij het rijden is grotendeels het geluid. De meeste auto's die ik gekocht heb, daar heb ik als eerste een andere uitlaat onder laten zetten. Dat is met elektrisch rijden is dat nou net niet wat we willen. Dus. Maar het is wel mooi voor het klimaat. Het is veel energiezuiniger. Ja, nee, dat klopt. Maar dat is geen motivatie nee, voor nee, jou. Nou, weet je, ik kan er iets heel moois van maken, maar dat zo bewust ben ik er niet mee bezig. Nee. We scheiden het afval thuis heel netjes en dat is het eigenlijk wel een beetje. Kom, we gaan ervoor. Clubgenootjes, mag ik een heel hard applaus voor Robert Horstink? Ja, ik ken ze wel. Jezus, ik heb kort veranderd. Hoi. Hey Robert. Jongens, we zien elkaar nog wel. Dus die verrassing is ook een beetje weg. Hey. Jij moet nog even spreken zo met je elektrische. Oh, ja? Ik had jou verwacht op een filmpje. Ja? Ja. Hey. Godverdomme, veranderd hé. Nee, maar zijn jongen. Hey. Hallo. Hey, you were that and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Eugene. I said hello. Eugene. Ik zeg maar, ik heb. Voor mij was dit een hele soms lastige tijd, want ik was echt wel een stuk jonger. Maar ik heb dat nooit zo gevoeld en we waren echt gewoon ook vrienden in die tijd. En dat, het gekke is dat dat nog steeds zo is, nog steeds met oudere gasten. Dus of dat het jullie schuld is, weet ik niet. Maar nee, een hele leuke tijd. En ik was echt op een hele fijne tijd. Proost. 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 Voorwaar. Ja. Ja, dat is allemaal. Mijn koolheidje. Ja, kijk, het is altijd leuk om gewoon dat team gewoon bij elkaar te zien. Ik denk dat het over 20 jaar heb je het ook weer gezellig en ben je ook weer herinneringen aan het ophalen. Leuk om dan bij elkaar te komen dan. En zeker dan met het team samen. Ik bedoel, je spreekt iedereen wel afzonderlijk, maar dan met het hele team samen. En, dat is leuk. En dan pak je zo'n fotoalbum erbij. En dan ga je kijken van, ach ja, dat was toen. En de kampioenschapwedstrijd, wat er toen gebeurde. En in de kantine na de tijd. Ja, dat zijn gewoon leuke verhalen om over te hebben. Ja, dat is toch oude koeien uit de sloot halen. En gewoon de anekdotes. En van weet je dit nog en weet je dat nog. Dat is gewoon mooi om toch die herinnering even boven te halen. En die tijd van toen. Echt heel leuk om alle gezichten weer te zien. En ik ben niet blijven hangen hier in de buurt. Dus het was helemaal van Netflix. En dan zie je de mensen weer. Dat is echt hartstikke leuk om iedereen weer te zien. Dat valt heel snel. En vooral als je mensen hier weer tegenkomt, dan zie je heel snel weer van hé, het is weer gezellig en bijna even zoals toen. Welgaat. Ja. Iedereen heeft zijn haar ook nog. Ja, bijna. Hou je balans, hou je balans. Jullie zijn kampioen. Oh ja. Maak je daar ook eens mee, hè? Ja. Ja, jongens, jullie zien er geweldig uit. Ja, helemaal goed.
fantastisch. Tot zover Robert Horstink hier bij Voorwaarts in Twello. En volgende week kunt u de eerste van de vier WK-specials zien. In 1974 had SV Vaassen namelijk een oefenwedstrijd tegen Oranje. Het grote Oranje van de jaren 70 met Johan Cruijff. En die wedstrijd die zijn ze in Vaassen nooit vergeten. Tot volgende week.